Welkom bij de uitleg over werken met de microscoop. In deze les leer je uit welke onderdelen een microscoop bestaat. En ik leg je uit hoe je te werk gaat met de microscoop. Een microscoop, daar heb je misschien al een keer mee gewerkt. Je hebt ze al een keer gezien misschien. En het idee van een microscoop is, is dat je er hele kleine dingen goed mee kunt zien. Bijvoorbeeld de cellen waaruit jouw lichaam is opgebouwd, de cellen van planten. Die kun je allemaal zien met een microscoop zoals je die op school hebt liggen. Nou, je ziet hier een voorbeeld van een microscoop waar dit meisje mee aan de slag is. Er zijn allemaal verschillende soorten microscopen, verschillende merken microscopen, maar de onderdelen die we nu gaan aflopen, die kom je als het goed is bij alle microscopen tegen. Dus het kan best zo zijn dat je straks een afbeelding hier in beeld ziet en denkt van, hey, die lijkt niet echt op de microscoop die al op school. Dat kan best, maar dan is deze uitleg nog steeds heel handig, want je hebt dezelfde onderdelen die op eenzelfde manier werken. Voordat je aan de slag gaat met een Microscoop moet je natuurlijk wel iets hebben om te bekijken. En wat het is, is dat je vaak eerst zelf een preparaat moet maken. En zo'n preparaat bestaat uit een voorwerpglaasje, het voorwerp, bijvoorbeeld een heel klein stukje van, een blaadje en vervolgens een dekglaasje. Wat doe je nu? Je hebt het voorwerpglas, je hebt vervolgens met, en dan zal ik even de volgende afbeelding erbij pakken, je hebt bijvoorbeeld met een schaar, een pincet en een prepareernaad, een heel klein vliesje van een uitje afgehaald en die heb je dan hieronder zo op dat objectglaasje gelegd. Die liggen er dan mooi op. Dan doe je er een klein druppeltje water bij en vervolgens als een soort van hamburgertje, sandwichje dan dus jouw voorwerp tussen het voorwerpglas en het dekglaasje. Je moet ervoor zorgen dat als je dit doet dat het dekglaasje ook heel mooi op dat het voorwerp ligt en dat het niet als het ware wiebelt. Het moet echt zo dun zijn dat het echt helemaal als het ware vastzuigt erop. Het kan best zijn als je het een aantal keer voor de eerste keer doet dat het even niet lukt of dat het er niet netjes onder zit. Nou, begin dan gewoon nog een keer opnieuw. Dat geeft helemaal niet. Dit is namelijk een vaardigheid. En bij vaardigheden, net als straks bij het werken met een microscoop, daar moet je oefenen. En dat gaat soms fout, dat gaat soms goed. En de enige manier om dat uiteindelijk goed te leren is door het te doen. Dus het is belangrijk om naar deze uitleg te luisteren. Het is belangrijk om te snappen hoe het werkt. Maar uiteindelijk leer je het pas echt, als je het ook daadwerkelijk gaat doen. Nou, daar hebben we dus inderdaad het preparaat. Nou, dan zul je ook dit, dit soort materialen waarschijnlijk in jouw, uh, in jouw klaslokaal gebruiken. En dan maak je een preparaat. Nou, dat preparaat, dat leg je vervolgens onder de microscoop en dan ga je het bekijken. Hier rechts van mij zie jij een foto van een microscoop. Dit is een microscoop die je zou kunnen gebruiken. En misschien wat ik al zei, ziet het er iets anders uit. Bij het bekijken van een object door de microscoop heen ga je eerst beginnen met de kleinste vergroting. En dat is vaak 40 keer. Nou, en hoe weten we nou dat het 40 keer is? Nou, omdat hier bovenaan, daar zitten de tubus en daar zit al een oculair in. En dat is dus al het eerste lensje waar je doorheen kijkt. En die oculair, die vergroot 10 keer. Vervolgens zitten hier op de revolver, dat ding wat met 3 wordt aangegeven is de revolver, daar zitten een aantal. Objectieven. En die zie je ook al zitten, aangegeven met nummer 4. En die objectieven kunnen 4, 10, 40 en heel soms ook 100 keer vergroten, maar meestal 4, 10, 40 keer. Stel nu dat je iets 40 keer wil vergroten, dan, je, dan moet je het eigenlijk gewoon met elkaar vermenigvuldigen. Dus bij nummer 1 wordt het 10 keer vergroot, bij nummer 4 wordt het 4 keer vergroot. Dus 10 keer 4 is 40 keer. En dat is dan je vergroting. En dat is dus ook belangrijk om te weten als je bijvoorbeeld. Een tekening gaat maken welke vergroting je gebruikt. Dus werk je met de microscoop, dan begin jij met de 40 keer, dan ga je daar naar de 100 keer vergroting, dan eventueel nog naar de 400 keer vergroting. Altijd in die volgorde. We beginnen dus met 40 keer. Je draait de revolver, aangegeven met nummer 3, ik zie dat ik ze even blauw gekleurd heb, naar het objectief en kijkt door de kleinste vergroting. dat is het objectief dat 10 keer vergroot. Nou. Voordat je dat gaat doen, leg je natuurlijk het preparaat op de tafel neer. Dus met 5 is de tafel aangegeven en op die tafel zitten klemmetjes, die noem je de preparaatklemmen. Die zijn hier met 6 aangegeven en dan schuif je mooi netjes onder. Mooi in het midden van de tafel. Vervolgens zet je de lamp onderaan de tafel aan en je draait vervolgens met de grote schroef, dat is aangegeven met nummer 11, de tafel helemaal omhoog. Vervolgens kijk je door het oculair. En dan kijk je dus naar, als het goed is, een object. Dan is hij waarschijnlijk nog niet scherp. Dus wat doe je? Je draait de tafel, aangegeven nummer 5, de met de grote schroef langzaam naar beneden. Totdat je een scherp beeld te zien krijgt. Doe dit gewoon lekker rustig. En dan kom je vanzelf een punt waar je hem scherp ziet. Maar je bent er heel snel alweer voorbij. Dus vooral met rust is, werkt dat het, het beste. Nou, vervolgens kun je met sommige microscopen met de hand en anderen hebben een soort van speciale draaiknopjes eraan zitten, dus dat hangt van de microscoop af. Kun je vervolgens het preparaat een beetje bewegen? En kun je hem dus mooi in het midden leggen? Als jij een groepje met cellen ziet dat jij mooi vindt om te bekijken, zorg dan dat je dat precies in het midden legt, want dat is makkelijker om dan vervolgens de volgende stappen te doorlopen. Er zit ook nog, en dat wil ik je zo even laten zien, er zit een diafragma onder de tafel. Die is hier aangegeven met nummer 7. En nummer 8 was het lampje. Licht schijnt door het lampje heen. en Er zit een gaatje in de tafel en daar gaat het licht doorheen. En vervolgens schijnt het licht ook door hetgene wat je aan het bekijken bent. Nu heb je dus een diafragma. Ik zal hem even aanklikken en dan zie je wat dat doet. Dat is als het ware een gaatje in de tafel. En dat gaatje kan groter en kleiner worden. En gek genoeg is het zo dat soms als je dus het gaatje wat kleiner maakt van het diafragma, dat je dus nu heen en weer ziet gaan dat dan dus je je object beter ziet want je maakt als het ware een beetje meer schaduw in beeld. Dus mijn advies is als je aan het oefenen bent met het kijken door een microscoop, sommige microscopen kan je het licht ook feller en minder fel zetten. Nou, probeer dat uit wat voor jou het beste werkt. En beweeg ook rustig met dat diafragma heen en weer om te kijken of het helpt dat je hem iets kleiner of iets groter maakt, zodat je dus het licht precies goed krijgt en het goed kan zien. Dit is dus ook weer dat als je hiermee bezig bent, oefen dit gewoon een aantal keer. En dat gaat niet in één keer goed. En soms lukt het wel, soms lukt het niet. Dat geeft helemaal niks. Gewoon blijven proberen. En anders vraag je, je natuurlijk om hulp. Maar dat lukt vanzelf. Gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Zal ik hem even doorklikken? Dan kan het zomaar zijn dat je zoiets als dit te zien krijgt. Je ziet links een beeld: de cellen van wangslijmvlies die komen uit de mond. En aan de rechterkant zie je cellen van een plant. Je ziet ook vaak, en dat zie je bij de rechterafbeelding wel en de linker niet, dat er een soort van zwart naaldje in beeld zit. Ja, dat is super handig. Dat is niet, geen fout, maar dat betekent dus als je bijvoorbeeld een paar cellen ziet die je mooi vindt om te bekijken, dan wijs je met dat naaldje precies die cellen aan. Dan kun je iemand anders het mooi laten zien. En dan weet je dus ook precies wat er in het midden van je beeld zit. Want als je straks gaat inzoomen, dan zoom je natuurlijk in richting dat puntje van die naald. Dan gaan we vervolgens naar de tweede vergroting. Je hebt het mooi bekeken en je moet er nog naar een vergroting verder. Dan gaat het naar 100 keer vergroting. 10 keer, omdat het natuurlijk het oculair vergroot. En nu bij nummer 4 gaan we de revolver draaien naar vergroting van ook 10 keer. En 10 keer 10 is 100. Nou, wat krijg je dan dus? Draai die revolver, aangeeft me nummer 3, naar het objectief dat het 10 keer vergroot. Dat is de eerste stap. Kijk weer door het oculair. En stel nu scherp met behulp van de kleine schroef. Als jij bij de vorige stap het scherpstellen heel goed gedaan hebt en heel precies, dan kan het zomaar zijn dat als je nu er doorheen kijkt, dat het beeld al scherp is. En dat je bijna niks meer hoeft bij te stellen. Je ziet bij nummer 11 en 12 zie je de grote en de kleine stelschroef. Ik zal je zo ook nog even een ander voorbeeld van die stelschroeven laten zien. Dan kan het zomaar zijn dat je er maar een heel klein beetje bij hoeft te stellen om helemaal precies scherp te krijgen. Dus als je het goed doet, heb je eigenlijk de grote stelschroef hier al niet meer nodig. Dit is wat ik bedoelde met die stelschroef. Het kan ook zijn dat je er zo één te zien krijgt als jij met jouw eigen microscoop bezig bent op school. De grote schroef die zit dus als het ware aan de binnenkant, is dus ook de iets grotere ronde als het ware. En dat puntje dat uitsteekt is de kleine schroef. Dus dan zitten ze als het ware in één. Dus dit is ook een mogelijkheid. Nou, gaan we weer even terug naar onze microscoop. Want het kan ook zijn dat je nog naar een vergroting van 400 keer mag gaan. Maar hier moet je wel even goed bij opletten, want het is als volgt dat. Als je nu aan de slag gaat en het verkeerd doet, dan kun je bijvoorbeeld je preparaat en ook het objectief kapot maken. Dus je moet hier echt heel zorgvuldig werken en ik zal je ook uitleggen wat je moet doen. Je draait de revolver voorzichtig één standje verder naar het objectief dat 40 keer vergroot is. Dus dan hebben we nu een vergroting van 10 keer 40 is 400 keer. Bij dat draaien moet je al gaan opletten, want het kan zijn dat dat objectief heel dicht langs jouw preparaat gaat of zelfs al er tegenaan. Nou, dat wil je niet. Dan zou je de tafel iets omlaag moeten draaien, dat je hem mooi terug kan draaien. En wat je dan vervolgens doet, is dat je vanaf de zijkant even naar de tafel kijkt. En dan rustig de tafel omhoog draait, totdat die net aan onder het objectief zit. Dat betekent dus op het moment dat jij 400 keer vergroot, dat jij dus niet de tafel omhoog mag draaien als jij door het oculair heen kijkt. Nee, dan moet je echt controleren dat dus dat preparaatglaasje niet in aanraking komt met je lens. Want draai je te ver door, nou, die lens is zo groot dat je hem dan zo tegen het preparaat aandraait. En dan kan het dus kapot gaan. Dus omhoog draai je alleen door langs de zijkant te kijken en te controleren dat hij er niet tegenaan gaat. Dan kijk je door het oculair heen en vervolgens draai je de tafel met de kleine schroef heel langzaam naar beneden totdat je het beeld scherp ziet. Dit kan best lastig zijn. Soms zul je zien dat bij 100 keer vergroting je het allerbeste beeld hebt en bij 400 keer het een stuk lastiger wordt. Maar als het mag van je docent, zeker leuk om te oefenen. Maar dus wel is daar net wat meer zorgvuldigheid bij geboden. Wat ik al zeg, let op, nogmaals, het objectief kan als je de tafel te hoog draait, het preparaat raken en dus beschadigd raken. Onthoud dat alsjeblieft goed. Je draait dus alleen aan de kleine stelschroef op het moment dat je dus met een vergroting van 400 keer bezig bent. En met het omhoog draaien van de tafel, kijk je dus vanaf de zijkant naar je tafel toe en niet door het oculair om ervoor te zorgen dat het dus niet beschadigd raakt. Dan hoop ik dat de uitleg zo duidelijk was. Heel veel succes en ook heel veel plezier met het oefenen met de microscoop en dan zie ik jullie in de volgende video.